Ronald Fokking van RWR is adviseur als het gaat om zelfmanagement. Van wie of wat? Van mensen met chronische aandoeningen, leefstijlgerelateerde aandoeningen. En mijn klanten, zeg maar, mijn opdrachtgevers, die zijn leveranciers van zelfzorgplatforms. Die dus patiënten ondersteunen. En daarnaast geef ik ook trainingen aan zorgverleners. Om ze beter te leren patiënten te ondersteunen. Ja. Doe eens een patiënt die u het afgelopen jaar hebt ontmoet. Nou, ik ben in de eerste plaats ook zelf patiënt. En dat is ook de manier waarop ik tot mijn werk eigenlijk ben gekomen. Ik heb diabetes. En ik heb ook een bepaalde aanpak om daarmee om te gaan. Hoe lang weet u al dat u dat hebt? 15 jaar. Ja. En ik heb een bepaalde aanpak en daar vertel ik over. Eigenlijk is de essentie dat ik e-health inzet, hulpmiddelen, om te leren wat het effect is van gedrag op mijn gezondheid. En om te leren of bij verandering van mijn gedrag mijn gezondheid verbetert. Laten we even teruggaan naar de situatie dat die e-health technieken er nog niet waren. Ja. Hoe zag het er voor u toen uit? Toen had je ook wel simpele dingen. Dus de simpele metertjes. En daar kon je een eind mee komen. Om wat vast te stellen? Om je gezondheid eigenlijk beter onder controle te krijgen. Dat is, dus ik heb eigenlijk, mijn ambitie is om medicatie te minimaliseren en zoveel mogelijk te sturen met mijn gedrag, dus eigenlijk met mijn leefstijl. Ja. Dus eigenlijk wil ik een leefstijl hebben die, waardoor mijn bloedglucosewaarden onder andere heel stabiel zijn. En de kunst is dus om die leefstijl, om je eigen te maken, om iets te vinden wat bij je past. Helemaal fine-tunen. Fine-tunen, ja, dus echt sturen op gedrag, kijken wat zijn nou verbanden, wat zijn effecten, wat doet nou. Nou, koolhydraten is natuurlijk bekend, maar eigenlijk nog belangrijker de snelheid van koolhydraten. Wat doet beweging met mij? Ja. Wat precies de medicatie? En toen e-health zijn intrede deed, wat veranderde er dan praktisch? Kunt u nog eens even teruggaan naar die situatie van dat moment? Nou, ik ben hier, maar dat is heel persoonlijk natuurlijk, maar ik ben hiermee begonnen in een periode dat het gewoon wat slechter ging. En toen had ik eigenlijk of de keuze tussen meer medicatie gebruiken of kijken of ik toch nog meer met mijn gedrag kon doen. Want ik had het idee dat ik toen nog wat liet liggen. Ik ging toen ook erg af op wat artsen tegen mij zeiden. En dan is medicatie toch eigenlijk de belangrijkste factor waarmee je werkt. En daar was ik eigenlijk niet klaar voor. Ik dacht, volgens mij kan ik meer met mijn gedrag doen. En dat ben ik toen eigenlijk gaan onderzoeken. Ja. En mijn referentie is eigenlijk meer, want ik heb een achtergrond in prestatiemeting van organisaties. Dat ik dacht, laat ik nou eens mijn eigen gezondheidsprestaties meten. En laat ik eens kijken of ik diezelfde ideeën en technieken ook kan toepassen op mijn eigen gezondheid. En als we daar nou naar kijken, wat is dan de grote progressie in uw persoonlijk leven geweest? En dat kan zich ook bij anderen natuurlijk voordoen. Door die introductie van die technieken? De techniek is één ding. Dus het heeft me vooral veel inzicht gegeven. Dus inzicht wat mijn gedrag doet met mijn gezondheid. Dus ik heb factoren gevonden die mijn gezondheid erg beïnvloeden. En het heeft mij geactiveerd om op zoek te gaan, meer te verdiepen in eigenlijk gedrag. Dus gewoon, wat zijn dan factoren die een invloed hebben op je bloedglucose? Dat is veel meer dan natuurlijk alleen eten. Dat is ook beweging, dat is ook stress. Dat is ook koffie, dat is ook, je kunt het zo gek niet verzinnen. Ja. En gaan kijken van, wat kan ik daarin veranderen? En dan heb je ook ondersteunende zaken nodig, als inzicht in hoe dagelijkse routines werken, want die ga je veranderen. Hoe kun je verleidingen weerstaan? Dan heb je het over zelfregulatiestrategieën. Allemaal dingen die ik een beetje ook wel uit mijn werk kende, die ben ik gaan toepassen. En dan heb je als laatste component, wel een belangrijk, maar niet meer dan ook een onderdeel, de e-health tools. En wat zijn dat dan voor dingen? Nou, dat is een sensorsysteem wat ik gebruik. Dat heb ik dus op mijn lichaam. En dat zijn koolhydratentellers, gewoon een appje. Dat is een appje waarin ik alles registreer. Wat ik aan gedrag, zeg maar, doe. En daarnaast heb ik zelf een database waar ik alles in stop. En ik maak eigen analyses. Ook weer met die software die ik eigenlijk al vanuit mij beroepsmatig kende. Ja. Wat zou je nou heel graag
niet alleen voor uzelf, praat eigenlijk voortdurend over de combi van het individuele leven en dat van anderen. Toegevoegd willen zien als het gaat om e-health, waardoor u een nog grotere sprong voorwaarts zou kunnen maken. Wat mist u met andere woorden nog aan ontwikkelingen? Nou, voor mezelf mis ik eigenlijk helemaal niets. Dus ik ben heel eigenlijk onafhankelijk geworden van mijn zorgverlener. En ik denk ook dat dat goed is, dat je het gewoon zelf kunt en dat je je eigen problemen ook oplost. Dan je hoeft niet meer naar hem toe. Heeft hij wel tijd voor mij? Begrijpt hij mijn probleem wel? Dat kunt u echt zo met zekerheid zeggen? Ja, dat ken ik helemaal. Ik sta los nu van al die medici. Ja, ik ga één keer per jaar nog wel even voor een check-up. Maar die bevestigt gewoon dat ik goed bezig ben. Dat het goed gaat. Oké, had ik dat ook maar. Dat is heel mooi. En dat geeft ook heel veel zelfvertrouwen. Dus er zal in de toekomst vast wel weer iets gebeuren. Maar ik kan het zelf aan. En dat is eigenlijk ook, denk ik, wat misschien heel goed zou zijn voor andere mensen. He, dus het begint natuurlijk al met het besef dat je begrijpt, mijn gedrag dat beïnvloedt draagt bij mijn gezondheidsproblemen. En ik heb het vertrouwen dat ik mijn gedrag kan veranderen, zodat ik die problemen kan managen. Nou, dat is een hele belangrijke. Daar zouden al, denk ik, zorgverleners meer aan kunnen doen om dat te ondersteunen. En het tweede is, al die dingen die je gebruikt, dus die inzichten, die routines, allerlei praktische kennis en vaardigheden. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn. Je ziet gewoon dat veel mensen dat niet uit zichzelf doen. Als je daar op een of andere manier meer ondersteuning bij krijgt. Is dit systeem er ook voor de mensen die niet behoren tot de Happy Few? Nou, het is nu qua financiën moet je het zelf betalen. Dus in die zin is het duur. Je moet nu alles zelf uitzoeken. Dus dat is heel veel gedoe. En dan moet je ook een beetje een opleiding voor genoten hebben. Dat is zo. Maar dat zou dus de uitdaging, denk ik, zijn voor de gezondheidszorg. Om mensen daar beter in te begeleiden. En ik denk ook niet dat er een alternatief is. Dus je hebt niet mensen die het zelf kunnen en mensen die het niet zelf kunnen. En tegen mensen die het niet zelf zouden kunnen, kun je niet zeggen, dan ga ik wel vertellen wat u moet doen. Het gaat bij gedragsverandering, leefstijlaanpassing, niet om shared decision making. Dat bestaat niet. Ik beslis zelf dat ik anders ga eten, dat ik meer ga bewegen. Self decision making. Ja. En dat doe ik pas als ik mijn gedrag begrijp. En daarvoor, dat helpt, dat ik mijn data over mijn gedrag begrijp. Is er, laatste vraag, ook een situatie denkbaar voor u waarin e-health de eigenlijke kwaal helpt wegnemen? Dus niet alleen het managen van de kwaal bevordert, maar ook het wegnemen van de kwaal? Je zou kunnen zeggen, maar dat vind ik een lastige, dat een deel van de oorzaak, heb ik zelf type 1, dat moet je altijd even bijzeggen, want dan heb je toch wat meer aan jezelf te wijten, of zo voelen mensen met type 1 dat. Maar voor een groot deel, de type 2 patiënt is in ieder geval natuurlijk gedrag en verkeerde gedrag, ongezond gedrag, een belangrijke factor die bijdraagt. Dus uiteindelijk zul je daarop moeten focussen. Alleen als je dat gedrag aanpast, verandert, dan kom je verder. Dus toch uiteindelijk weer verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dus dat lost dat e-health of zo'n meetsysteem niet voor je op. Sterker nog, als jij, het is natuurlijk onverbiddelijk, als jij onsuccesvol bent en je gaat meten, is iets keer op keer dat je het niet goed doet. Spiegel. Ja, dan word je niet vrolijk. Dus die andere factoren erbij, die zijn heel belangrijk. En daar zie ik ook de waarde voor de zorgverlener. Ja. Maar dan zal hij wat anders moeten doen dan dat hij nu vaak doet. Ik dank u. Dank je voor dit vraaggesprek. Graag gedaan.